Even een stuurfoutje. Oei. Mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. Op de schijnende water, de zon, kan altijd iets veranderen. Ja, 5 secondjes verloren, maar we zijn weer op draf. We zijn weer weg, voorwaarts. En dan komt na een 4e aanspanning 65, Peter. Terwijl. Meneer Hans Huis, meneer Huis, we hebben al 1 gezien naar Marie-Louis. Pak ze maar een koor en 7. Kom aan, Belgen, we moeten gaan maar aan. Sam Hees even een steekje laten vallen. Want dat is geen verloren oorlog. Ja, Hans Huis. Oh ja. Dat kan zien zo. Ja, dat is mijn team. Hier is die mooiste gras. We trekken dat heel makkelijk. Als ze het even voor te draaien, dan staan ze goed. Even stil. Dat is ook een tikt van zo. We zijn er bijna van het gegeven. Zie je dat nog een zee? Een proviapotie. En de Fransen mogen ook aanmoedigen, want Antonio die komt naar de laatste dorp. Hopelijk gaat het nu goed, daar duiken zijn. En uw applaus, dames en heren. Kom ze maar aan. La France, Antonio Porto. Wat ding, hè? Ja, ja. Ja, als ik een keer is met zo'n grote bus dat is opgegeven. Ja, ja. Er wordt volle bak overal gereden. Ja, er zijn overal menners in het recent. Thomas Tomlands is net klaar in Hindernis nummer 7. Hij wacht een welverdiende rust met zijn team. Hij heeft er goed voor gestreden. Het totaalklassement komt zo aanstonds binnen. 3e plek in Hindernis 7 en 8e op rood. Is zeer kort gedraaid. Toch een beetje dat water met de zon in de late namiddag kan hier en daar wat reflectie brengen, maar hij doet het goed dan, jongens, Sluiders. Moeten we even naar de tijd kijken. Antonio D was daar de beste, rijdt achterom naar 1, nu omgekeerd. Nog door de F-poort. Zelf vroeger een enkelspanrijder en heeft nu al 4 paarden voor de waterstand. Hans Huis in Hindernis nummer 7. Compartiment number 94 voor de Nederlandse Hans Huis en obstacle number 7. Spannend voor de Nederlanders, want het is uiteindelijk ook een Nederlands kampioenschap voor de vierspan. Bellissimo, l'Italia, Luca Casottana. Wil hier reclame maken voor de FI-kampioenschappen. En als je van 1 naar 4 span heel vlot kunt overschakelen, dan ben je wel een goede manager. Applaus, bravissimo, l'Italia! Next row, Germany, Deutschland, 51, Dirk Herkens, unterwegs, gespannen naar 51. En ondertussen Daniel Schneiders in de bus Hindernis van 6
Zo, nummer 47 is hindernis 6 op dit moment. En Hans Huis draait de laatste meter in die hindernis.